Meneer Molenkamp, wat staat er vanavond allemaal op de rol? Ja, heel veel, maar het meest belangrijk is een motie van wantrouwen tegenover de wethouder Buitelaar. Dan gaan wij over naar agenda punt 3, de motie van wantrouwen van de heer Buitelaar. Meneer Molenkamp, aan u het woord. Ja, een motie van wantrouwen. Het is iets wat ik net tegen de heer Engbers zei, iets wat ik met een zwaar gemoed doe. Ik doe dat zeker niet graag en als dat zo moet zijn, dan moet dat ook zo zijn. Een motie die de SP samen indient met Amersfoort 2014. We hebben hier al enige weken over gesproken en uiteindelijk geoordeeld dat die motie dan ook nu maar zal moeten worden ingediend. Ja, zeker een hele fikse actie voor hele fikse overtredingen die de wethouder heeft begaan. Maar u krijgt toch maar een deel van de raad mee in het verhaal. Ja, dat zegt vooral wat over de coalitie en dat zegt vooral wat over deze raad. Deze raad heeft een controlerende taak, die wordt ons ontnomen. We willen graag weten wat de weg gaat kosten en welke risico's er aan de bouw van deze weg zitten en we krijgen dat niet te horen. Zoals bekend heeft het project Westelijke Ontsluiting een lange geschiedenis. Een verloop waarbij de Raad alle grote te nemen besluiten heeft genomen. Het tracé, het budget, het ontwerp en het bestemmingsplan. En in die periode is het ook duidelijk geworden dat niet iedereen voorstander van dit project is, ook in de Raad. Dat mag uiteraard en ik heb er begrip voor. Ook na allerhande rechtelijke uitspraken blijft de tegenstand hoorbaar en is deze vasthoudend. Binnen dat speelveld wordt invulling gegeven aan het uitvoeren van de genoemde besluiten. Een omvangrijk project met zeer veel elementen en liggend onder een vergrootglas bij iedere stap die gezet wordt. En het hoogste orgaan, wij raadsleden, wij hebben het recht om elke la open te trekken van elke ambtenaar als we dat nodig vinden. Om daar te kijken of datgene wat geschreven en gezegd is, of dat ook echt zo is. En dat is mij ook toegezegd, behalve dan dat men er zo lang mee wacht totdat deze motie is afgestemd. En u heeft die informatie dan inmiddels wel of nog steeds niet? Nee, nog steeds niet. Uw raad heeft in meerderheid besluiten genomen. En de rechters hebben getoetst of datgene wat we doen ook juridisch klopt. En dat is keer op keer gebleken. En desondanks lijkt dat niet mee te spelen in de brede overwegingen in deze motie. Het gaat voorbij aan het gegeven dat een democratisch genomen besluit wordt uitgevoerd en dat u daar naar eer en geweten met de met mij beschikbare informatie over wordt geïnformeerd. Nou, dan de informatieverstrekking, het laatste rondom het dierenpark Amersfoort. 13 november gaat het dierenpark Amersfoort aan de slag met kappen. Tot dat moment zat het deel van het DPA, het dierenpark Amersfoort, waar, altijd binnen het project Westelijke Ontsluiting. Zij moesten immers een parkeergarage bouwen wanneer de Westelijke Ontsluiting werd aangelegd. 20 november stellen een aantal verbouwreden raadsleden hoe het dan kan dat dierenpark Amersfoort gaat kappen, mede gezien de moties die er op dat moment lagen. De gemeente staat daar in principe buiten, was uw antwoord. Dit valt onder andere onder de boswet en als zij dan goedkeuring krijgt van de provincie, dan kunnen ze aan de slag. Onzin, zo blijkt nu uit de beantwoording van vragen van CDA en Amersfoort 2014. De moeite die wij afgelopen drie kwart jaar hebben moeten doen om informatie te krijgen, inzicht te krijgen in het proces wat er lopen is en alle informatie boven tafel te krijgen, en dat hebben we nu nog steeds niet. Die moeite is heel groot geweest. En nu blijkt ook dat er dus onjuistheden zijn verspreid. Dat nemen we de wethouder kwalijk. Wat in de beantwoording van de vraag van het CDA en Amersfoort 2014 wel is aangegeven, is dat het informatief was geweest om tijdens de actualiteitsronde van 20 november nog een extra toelichting te geven. Namelijk dat naast de kap door het dierenpark wij werkten in de veronderstelling dat het dierenpark deze kap kon doen onder de ontheffing die wij reeds als gemeente vanaf 2017
hebben ontvangen van de provincie. Voor ons een vanzelfsprekendheid, omdat die ontheffing betrekking heeft op hetzelfde gebied. Op dezelfde bomen en op dezelfde fauna, vallend onder dezelfde regels. En pas na de raadsactualiteit, naar aanleiding van een handhavingsverzoek op 4 december, bleek dat dit anders moest. En is, en u heeft die e-mails kunnen zien, de volmacht aan het dierenpark geformaliseerd. Het CDA heeft daarna nog een motie van treurnis afgegeven. Dat is natuurlijk een wat mildere variant. Wel om een signaal af te geven van dat dit eigenlijk op deze manier niet kan. U kreeg de complimenten van de SP omdat u zo snel zo'n uitgebreide motie van treurnis in kon dienen. Hoe zat dat? We hebben er flink over gediscussieerd gisteravond in de fractie. En bij ons lag de nadruk met name op het volledig informeren door de wethouder. De motie van wantrouwen die maakte wat zijstappen die niet helemaal ingingen op die volledige informatie. En vanmiddag heeft onze fractievoorzitter nog een motie in elkaar geknutseld. En afhankelijk van de antwoorden van de wethouder... vanavond zouden we hem wel of niet indienen, dan wel aanvullen. Dus we hebben er nog wat aan zitten sleutelen vanavond. Dus daar was de schorsing nog even voor. Ja. U kunt uw controlerende werk naar behoren doen, vindt u? Dat is nog steeds de twijfel en vandaar ook de motie van treurnis. Als je je controlerende werk goed wil kunnen doen, dan zul je goed en volledig geïnformeerd moeten zijn. Vandaar dat we dat daartoe opriepen in de motie. Ik heb de wethouder horen zeggen dat het wat onhandig is geweest wat hij heeft gedaan. Ik hoop dat hij zowel de motie van wantrouwen als de motie van treurnis goed in zijn oren knoopt. En in de toekomst, die wat mij betreft nu begint, ons volledig blijft informeren. Gaan we de computer in beeld krijgen. Als u de motie van wantrouwen met nummer 24M steunt, drukt u de 1 in en als u tegen bent, de 2. Alle stemmen zijn binnen. Iedereen de goede knop ingedrukt. Als dat het geval is, dan wordt de computer gesloten en dan krijgen we de uitslag in beeld. De motie van wantrouwen is verworpen met 8 stemmen voor en 30 tegen. Iedereen de goede knop ingedrukt voor. De motie van treurnis is verworpen met 15 stemmen voor en 23 tegen. Dan hebben wij agenda punt 3 daarmee afgehandeld.